Als we nog eventjes kijken naar ons vorige filmpje, dan zien we dat hier nog wat flinke bovenruimte is. En die kunnen we natuurlijk best wel een klein beetje inperken. En dat betekent dat we hier dus in feite kijken naar de modaal achtergrond. Daar zit dus die modaal in. En daarin zit dan die sluitknop. En dan zien we dat die dus een vrij forse padding heeft. Zeker aan de bovenkant. Dus als we dan toch maar de padding hier zo op 0 zouden zetten, dan staat die er wat netjes bij. Je zou wat meer naar rechts moeten kunnen eigenlijk, zou je zeggen. Dus dat betekent eigenlijk dat ik hem een klein beetje naar rechts verplaats. En dat kan met transform. Dat gaan we dan eerst maar even doen. Dus we gaan naar de sluitknop. Die padding van 1 mm, die kan wel wat kleiner. En ik ga hem een klein beetje naar rechts verschuiven. Dus dat betekent transform. En dan is het in dit geval translate x. Translate x. En ik geef hem bijvoorbeeld 1 mm, dat hij dus naar rechts gaat. We gaan kijken of dat een beetje beter uitziet. We gaan hier naar de registerknop. Zo mooi op dit lijntje staat. Misschien vind je 1 mm iets te veel. Maar we kunnen ook meteen even een beetje hoe het gaat als we hem hier nog een keertje inspecteren. Dan zien we hier dus die transform. En het is toch echt wel een stukje, je zou dus een tussenwaarde. 0.5 mm. Ja, dit zou ietsje mooier eruit zien. Even kijken of die dan ook blijft meegaan. Oké, even kijken of die nou 0.5 mm is. Dus ik maak daar een 0.5 mm van. En dan vervolgens gaan we kijken of we dit modaal ook met een animatie binnen kunnen laten komen. Dat gaan we ook met transform doen. Dus dit is 0.5 mm, is hier wat strakker. In de lijn met de rest van het modaal. We gaan hier met die modaal nog verder aan de slag. We gaan hier dus kijken naar een animation. En die animation, dat is dus een een element is dus een animatie die binnenvliegt, dus of er die opkomt. Dus zeg maar opkomen. En die duurt dan bijvoorbeeld 1 seconde. En die moet op het eind zo groot blijven. We gaan hem eerst klein maken. En daarna gaan we kijken of die daarboven komt. We gaan hier deze animatie schrijven. En dat is dus in dit geval opkomen. Dus dit is keyframes. En dat is dan opkomen. En dan gaan we eerst maar eventjes hem heel eenvoudig neerzetten. Dat betekent we starten met 0%. En dan gaan we dus een keyframe animatie maken. Die groeit met transform. En die is dan scale. En die scale die is eerst dus 0. En na de animatie wordt die bij 100% 1. En dat betekent dat hij dus niet meer schaalt. En dat hij dus erg groot is. En dat is dan bij 100%. En misschien kan je deze dan dus zo neerzetten. Oké, kijken of die wel werken zo. We verversen de pagina. We pakken hier zo net dit B en we zien hem zo mooi binnenkomen. We schuiven er netjes in en zo kan hij ook weer sluiten. Dat is wel aardig gedaan. We moeten natuurlijk dat tussenstadia nog eens gaan bepalen. Dus we zetten hem hier nog eventjes zo neer. En een van de tussenstadia is bijvoorbeeld bij 20%. En dan is die transform dus een stukje groter. En die scaled dan bijvoorbeeld 1.3. 4, maar even zo. 1.4. En dan kopiëren we die. En dan gaan we bij 30%. Dan is die dus, hij was dus nu 10% of 40% te groot. Dan gaan we dus dan de helft er even afnemen. Dat is dus 0,8. En dan kopiëren we hem nog een keer. En dan gaan we weer naar 40%. En dan maken we dus hier een... ja, daar weer de helft van. Dus is 4/10, daarvan helft is dus 1/10. Dat is dus 1/10 eroverheen. Dan gaan we dus elke keer weer eerst aan de ene kant van de 1 zitten en daarna gaan we aan de andere kant van de 1 zitten. En dan hebben we hier dus 0,9. Maar dat is al te veel. Dan gaan we daar weer de helft van nemen. 9,5. En dat is niet bij 20%, maar dat is bij 50%. Nou, als we dit hier zo opslaan, dan zien we natuurlijk al een stukje trilling. Maar op het eind gaat hij dan dus heel langzaam naar de eindstand toe. Ja, dus we kijken hier zo die diepjes. We gaan dus hier zo nog even een keertje kijken. En dan... Ja, die kan we natuurlijk hier. Kan je een animatie natuurlijk heel moeilijk zien. En... ja, we gaan het gewoon even proberen. Ik denk dat dit allemaal een beetje te veel van het goede is. Dus we gaan hier naar 1.2. Dan naar... is die 2/10 over? Gaat dit naar 0,9. Dan gaat hij hier dus naar 0,105. Dan gaat hij daar dus de helft van. En daar hier weer de helft van. Dat is dus 75. Dat is dus een kwart daar weer overheen. En dan kopiëren we hem hier zomaar weer voor de 60%. En dan moet hij dus hier weer de helft van, dus dan is hij daar weer 2 keer even door 4 gedeeld. Dus dan is dat hier 0,12. En dan weer gekopieerd. En dan gaan we naar 70%. En dan is dat weer 0,9. 0,9. Zo kunnen we dat ook schrijven. En deze, dit is 0,025 verschil. Dus dat wordt dan weer door 2 gedeeld. En dat is dan een heel klein stukje van die 9 af. Dus 25 gedeeld door 4 is 0,4. Dus dan maken we hier maar eventjes 9,95 van. Zo, dat is een 5. Steeds dichter gaat alles naar de 1 toe kruipen. Ik zie wat kleurprobleempjes op dit moment ontstaan. Ik weet even niet hoe dat komt. Oh ja, dat komt hier door deze haak die ontbreekt. Zo, dan zitten de kleurtjes weer goed. Command C. Dan gaan we naar de 80% en dan nog naar de 90% en dan hebben we het wel een beetje beschreven. En deze 1.012, dat wordt dus 1.006. En hier dus weer de helft van 0,3, dus is hier 9,7. Dan zit hij nog maar 3.000ste van de eindwaarde af. We verversen de pagina en we gaan kijken of die een beetje wil gaan. Kijken of die wel lekker loopt. Dus van 0 gaat hij naar 1.2, dan gaat hij naar 0.9, 105. En dan weer steeds een kleiner stukje. Ja. En we kunnen hier ook nog zeggen is in out. Is in, out, net zoals bij transitions. Refresh, en kijken of het een beetje gaat. Ja. Zo kunnen we dus mooie zelf-eigen animaties maken.